Vandaag hebben we iets anders dan een eigen ontwerp voor mij. Ik ga namelijk deze stermotor in elkaar zetten. Dit is een kit van Stirling Kit, van Tegging. En ja, dit is gewoon een heel gaaf model om te leren hoe een stermotor in elkaar zit. En om gewoon iets heel gaafs op je bureau te hebben staan straks. Tenminste, dat denk ik. Laten we hem in elkaar gaan zetten. Allemaal kleine onderdeeltjes. Mooie propeller voor straks. Contragewichtje. Ik ga alles aan de kant leggen wat ik nu niet nodig heb. En we gaan gewoon beginnen met wat ik wel nodig heb. Dus die gaat daar. Dat is die. Die hebben we nog niet nodig. Dit is ook cool, dit al, hè? Zo. Oeh, nou hebben we heel veel nodig. Eens even kijken, wat hebben we hier allemaal nodig? Deze. Helemaal dicht. Oh ja, kijk. Net zeggen, hij doet het niet meer. Maar hij doet het wel. Moet alleen nu het motortje meedraaien. Gaaf hoor. Oké. En nu? Volgens mij ben ik al best wel ver. Ik heb ook nog wel een hoop onderdelen. Dan is dat die aan de kant. Dan heb ik deze nodig. En deze.
Zo. Gaat eigenlijk ook wel verrassend soepel in elkaar allemaal. Ik ben nog eigenlijk niks geks tegengekomen. Het enige wat me nu hier opvalt is dat er een ander lager in zit dan in de handleiding staat. Maar dat klopt wel met het, wat ik hier heb. Deze as die is groter dan in de handleiding staat. Dus ik denk dat ze die eruit hebben gehaald. Dat het was één lager van een andere maat. En ik denk dat ze dat gewoon gelijk hebben getrokken. Wat wel logisch is. Dus. Maar dat zat ik even mee te puzzelen net. Dan die. Thank you.
gaaf, hè? Ik vind hem in ieder geval heel erg vet. Het was een leuke set om in elkaar te zetten. Hij ging soepel in elkaar. Ik ben eigenlijk geen gekke dingen tegengekomen. En ja, daarna ziet hij er gewoon heel vet uit. Deze dingetjes die zo meebewegen. Het meest gave vind ik nog wel de cilinders die je hierin zo op en neer ziet gaan. En ja, dus ik ben hier wel tevreden over. Het was een leuke set. Zeker een aanrader. Mocht je deze nou zelf willen bouwen, kijk dan even de link in de beschrijving. Wil je meer van dit soort video's zien en andere gave motortjes, kijk dan even de video hier. See you there.